Yo mensen en welkom bij weer een NBA video en het is lang geleden, maar ik kan wel meteen iets super vets aan jullie melden. Ik had namelijk even wat contact gehad met 2K en ze zijn zo stoer geweest om mij 4 van deze codes, of ja eigenlijk 8, 4 voor mezelf en 4 om aan jullie weg te geven van de codes voor VC en packs die je natuurlijk via options bij je lockercode in kan vullen. Ik ga nu weer van jullie scherm verdwijnen, ik vertel jullie aan het einde hoe je ze kunt winnen. Maar eerst ga ik lekker de packs openen enzovoort. Je krijgt en 10k VC, oftewel die gouden muntjes. En je krijgt 5 packs. Ik heb in totaal 8 codes gekregen. 4 voor mezelf, 4 voor jullie. Ik heb alvast 2 ingevuld voor mezelf. Die andere 2 doe ik volgende week. Dat betekent dat ik sowieso 2 gratis packs heb. En ik ben benieuwd wat er in die bonus packs zit. Er zit in ieder geval wat gouds in, wat zilver, een stadion. Oh, laat me die... bronzen speler en een gouden attribute. Jammer. Maar ja, 10 packs. Dat is natuurlijk fucking nice. Er wel wat in zitten. Plus 10k VC, waar je ook allerlei shit mee kan. Dus dat is zeker nice. En we hebben vol... Ja, ik ken al die spelers niet zo goed. Ik heb geen idee of het de goede is. Toch weer een contract. Plus 6, dat is lekker. Bronzen speler, Smith. En weer een gouden attribute card. De hele tijd. Vergeet natuurlijk niet even een likeje te doen. En dan krijgen we in dit pack een... Gouden speler misschien? Nou, een zilveren. Jason Terry. Nou, geef me eens een gouden speler. Op, Serge Ibaka, die heb ik al. Of heb ik die niet meer? Volgens mij heb ik die al. Ja, ik heb hem al. Dan gaat hij mooi naar My Auctions. Dan ga ik lekker een potje Domination spelen. Zit inmiddels al hier bij rank 27. Oh, die Jason Terry die ik backte is wel cute. Die ga ik gewoon lekker in mijn teampje zetten. Oh, iedereen hier heeft geen contracten meer. Ai. Ik ga in ieder geval pot spelen tegen de Denver Nuggets. En mijn team is veel beter. Kijk die ratingen. 91, 88, 89, 88, 90. Ik ga ze killen. Let's go. Perfect release. Hoppa, 4-0. Lego. Oh, Porter Steel. Nou, doe iets lijps. Nou, oké, dat was echt totaal niet lijp. Wauw, dat was echt gewoon anticlimax. Oh, get blocked, mate. Het was niet geweldig, defense, maar hij loste het wel echt heerlijk op. Oh, hij mist hem. Hij mist hem ook, what the fuck? Oh, fancy pass. George voor 3, let's go, Paul George. Mayo, perfect release. Net voor tijd van het eerste kwart, lekker man. Oh, crossovertjes van Bayley's. Terug op Mayo. Perfect release. En weer de 3-punter. Het was Jeremy Lamb. I'm sorry. Oh, heerlijke steal. Nou, Paul George. Paul George. Voor die alley-oop. Paul George. Chris Paul. Op Paul George. Heerlijk. Oké, lol. Paul George, beast. We gaan de rust in met 4 punten voorsprong. Dat is niet veel, maar ja, weet je. Het is een voorsprong. Hoppa, Paul George. Echt niet normaal. Hij was al de topscorer van de eerste helft. Of hoe dat ook heet bij basketbal. Hij had in ieder geval de meeste punten in de eerste helft. En hij gaat gewoon lekker door in de tweede. Paul George, perfect release. Weer voor 3. Niet normaal, die gozer. George. Let's go. Paul George. Oehoe, Jeremy Lamb. Die kan er ook wat van, hoor. Jeremy Lamb. Fast break. Heerlijk. 8 punten is weer het verschil. Come on. Hi Ibaka, je moet eens een keer gewoon... Oh, what the fuck doe ik? Je moet eens een keer echt basketbal kijken gewoon. En dan let op die Ibaka als je de top 10 plays of zo op NBA.com als je het eens checkt. Ja, basketbalfans zullen het kennen. Gaat hij weer. Dit was niet Ibaka, maar nog. Die Ibaka maakt zulke zieke blokjes, jongens. Echt niet normaal. Dit was ook een lekker blok. Ik weet niet wie dit was. Paul George, schiet maar weer. Ja, gaat toch alles gaat erin bij Paul George. Paul George in de klok. Ja, die valt nog binnen. Net voor het begin van de vierde kwart. Paul George naar 24 punten. Oh, hij mist hem. Hij mist gewoon die layup. What the fuck? Ja, en wat doet Paul George dan? Nou, waarschijnlijk dadelijk gaat hij scoren. Let op. Hop.
En hij doet het. Het verschil kan terug naar 1. Shit, man. Laat hij hem missen. Nee, dat doet hij niet. Het verschil is weer 1. Come on. En ik sta achter. What the fuck? Come on, boys. Nee. Nee. What the fuck? Chris Paul, let's go. Wat een pot zeg. Jezus, nog 2 minuten op de klok. 1 punt verschil. Nee. And one. Oh, hij mist. Echt, dankjewel. Come on. Ja, nee. Fuck. Ik moet hem geen gaatje geven totdat de shotklok bijna voorbij is. Dat doet hij zulke rare dingen. En voetje niet, pakt de rebound. Paul, make that run. Paul. Nee, ik mis ook. Oh, hij mist weer. Let go. Vucevic, come on! 3 punten, nog 27 seconden. Een tweetje mogen ze van me maken, maar een drietje niet. Ja, we gaan nu fouten maken. Chris Paul. Deze zit, come on, dan blijft het verschil in ieder geval 2. En deze valt ook. Ze gaan voor 3. En hij valt niet. Oh, en dan valt hij die 2. Alright. Dan moet ik weer mijn free throws gaan maken. Perfect release. Perfect release weer. Als het moet, doet hij het. Chris Paul. Heerlijk. Nee, airball. Hij is binnen. Chris Paul. Weer de foto bij hem gemaakt. Nou ja, die gooit ze wel weer binnen. En dan is de game ook binnen. Want dit kan niet meer met 1 seconde op de klok. Let's go. Paul maakt ze allebei. Ik had een tijdje niet gespeeld. Maar man, het was wel echt genieten. Paul George. Met 28 punten, Chris Paul met 14 en gewoon Lamp ook prima 10 punten. Yeah man, het was echt een heerlijke pot. Ik heb nog een heleboel packs te gaan. Ik heb nog 2 van deze codes voor mezelf, dus nog 18 packs voor volgende keren. En waar jullie nu misschien vooral op wachten is, jullie kunnen natuurlijk ook deze 4 van deze codes winnen. Of 4 man winnen 1 code. Hoe? Nou ja, natuurlijk het is alleen voor mensen die echt NBA spelen. Dus ik kan niet zomaar weg gaan geven, want dadelijk komt die bij iemand die geen NBA speelt. In de link staat mijn Instagram. En je moet even een foto maken van jouw My Team team of van jouw My Career poppetje of van fuck, in ieder geval dat je het spel hebt en zet er even bij waarom jij die 10.000 VC en die 5 packs op My Team verdient. Tag mij in die foto zodat ik die foto binnenkrijg en dan kies ik 4 winnaars uit die zo'n VC en My Team packs krijgen. Dan hoop ik dat jullie de video weer leuk vonden. Vergeet hem ook niet te liken als je ook de giveaway wil winnen, want dat is op zich wel logisch dat dat moet. En dan hoop ik jullie allemaal volgende keer weer te zien en later mensen.